Ik ga weer een nieuwe reeks met video's maken en daarbij ga ik praten. Eigenlijk allerlei dingen wil ik bespreken met jullie die het leven beter kunnen maken. Hoe word je jezelf? Uit onderzoek is gebleken dat een gebrek aan zelfliefde vaak de oorzaak is van eetstoornissen zoals anorexia, bulimia, ook obesitas, verslavingen en depressies beginnen eigenlijk allemaal bij een gebrek aan zelfliefde. Oftewel, gelukkig zijn met jezelf. Jezelf kunnen zijn en zelfverzekerd zijn. Dus dit zijn de allerbelangrijkste dingen in het leven waar wij het mee te maken hebben. En wat we echt moeten proberen om voor onszelf helemaal voorop te stellen. Maar hoe stel je jezelf dan helemaal voorop? Tegenwoordig zijn er steeds meer mensen die zich anders voordoen dan dat ze zijn. Door social media. Ja, je brengt zelf naar buiten wat je wilt. Ik bedoel, als dat alleen maar leuke dingen zijn, dan lijkt het dat je een heel leuk leven hebt. Steeds meer contact gaat via social media. Dus mensen krijgen dat beeld van jou. En misschien vind jij dat helemaal super en is dat goed voor jou. Maar ik denk dat er ook heel veel mensen zijn die daar alleen maar onzekerder van worden. En of die bijvoorbeeld naar anderen kijken en dat zien en dat als serieus waarnemen. En dan denken, wacht eens even, zij hebben een perfect leven en ik niet. Vaak over video's die over geluk gaan, wordt er gesproken over stel jezelf een doel. En natuurlijk is het heel erg goed om jezelf een doel te stellen. Lekker hoog, zodat je keihard aan de slag gaat voor dat doel. Maar heel belangrijk, eigenlijk nog wel belangrijker zijn jouw waardes. Dus je waardes die zijn de dingen die jij belangrijk vindt in het leven. Wat vind jij belangrijk in het leven? Die moeten namelijk kloppen met jouw doel. En je waardes, die hebben ook veel te maken met jezelf zijn. Want wat vind jij belangrijk, maakt jou jouzelf. Als jij het belangrijk vindt dat je goed overkomt op andere mensen, dan zou het zo kunnen zijn dat je misschien niet altijd jezelf bent. Je kunt er ook een beetje een compromis in vinden. Want wie zegt dat jij zelf niet goed genoeg is voor een ander? En misschien zul je dan die waarde dat je het belangrijk vindt dat wat andere mensen van jou vinden, een beetje moeten gaan aanpassen. Want als jij het idee hebt dat je niet jezelf kunt zijn, dan neemt het de overhand. Jezelf accepteren zoals je bent. Niemand is perfect. Perfectie is imperfect. Soms kan ik bijvoorbeeld iets aan iemand heel mooi vinden waarvan die ander denkt, nee, dat is nou juist dat hele lelijke aan mij. Accepteer hoe bepaalde mensen denken, want zo kun je het van jezelf ook makkelijker accepteren. Ik ben mezelf door altijd te zeggen wat ik zelf vind, door mezelf door uit te stralen wat ik voel. Ik probeer mijn emoties op de juiste manier over te brengen. Dus ik ga niet heel vrolijk doen als ik dat niet ben. Ik probeer gewoon mijn gevoel zo te uiten zoals dat het is. Maar ik probeer daarbij wel respectvol tegenover de ander te blijven. Want ik heb wel eens momenten gehad dat ik tegen mensen zei wat ik vond. En dat is op zich soms best een goede eigenschap. Maar als mensen je daar bitch gaan vinden, dan, ja, dan moet je natuurlijk wel even gaan denken van, wat is er, mopje? Terug te maken. Heb je nou echt best wel problemen met zelfvertrouwen, dan is het misschien zelfs leuk voor jezelf om een soort boekje bij te houden en daar alle complimentjes in op te schrijven. Op de momenten dat je dan wat onzeker bent of iemand heeft iets rots tegen je gezegd of gedaan, dan kun jij in het boekje kijken en dan denk je, zie je wel, er zijn genoeg leuke dingen tegen mij gezegd en ik ben gewoon fantastisch. Vergelijk jezelf niet te veel met anderen. Een groot probleem bij zelfverzekerd zijn of jezelf zijn is natuurlijk, zoals ik al eerder vertelde, social media.
En daardoor gaan wij onszelf heel erg veel vergelijken met anderen, wat vaak niet eens een reëel beeld is. En ja, daar kun je dus niet, daar kun je niet verder mee. Want je kunt jezelf wel vergelijken met een ander, maar niemand is hetzelfde. Niemand is identiek hetzelfde. Dus je kan jezelf gewoon niet vergelijken met een ander. Wel kun je leren van anderen. Dus als jij kijkt naar anderen, zie dat dan als iets positiefs en denk, oké, kan ik hier misschien dingetjes uithalen waar ik zelf iets aan heb. Had jij vroeger niet ook een hobby waar je ontzettend gelukkig van werd, maar doe je die nu niet meer omdat je eigenlijk hartstikke druk bent met je werk en met allerlei andere dingen waar we allemaal met z'n allen veel te druk mee zijn? Dan is het misschien, als jij denkt van ik ben niet helemaal mezelf, misschien toch goed om zoiets weer te gaan doen. Dus stel je hebt zoiets van ik wil alweer eens een keer wat gaan sporten. Ga dan niet meteen maar naar een sportschool om te fitnessen. Nee, denk eens even goed na over wat jij nou echt leuk vindt. Misschien had jij vroeger wel iets met tennissen of dansen of paardrijden of yoga. Misschien sluit dat meer aan bij wat jij echt leuk vindt of bij jouw hobby's. Misschien vind je het wel heel leuk om gewoon een puzzel te gaan leggen op een avond. Doe dat dan, want dat brengt jou meer tot jezelf en accepteer je ook meer hoe jij zelf bent. Bijvoorbeeld als ik ga paardrijden, dan voel ik gewoon dat ik echt weer even tot rust kom. Ik voel een soort jeugdsentiment opkomen, maar ik voel ook alsof mijn hoofd weer even helemaal leeg is. En dat is aandacht die je besteedt aan jezelf. En daar is helemaal niks mis mee. Dankbaarheid. Het is heel belangrijk om dankbaar te zijn voor het leven wat je hebt. En als je daar vaker bij stilstaat, dan zul je merken dat je ook meer jezelf bent en zelfverzekerder bent. Zonde eigenlijk, als je veel te veel bezig bent met jezelf als iemand anders voordoen of continu je rekening houden met wat anderen van jou vinden. Het is toch zonde van deze tijd, deze korte, kleine, mini tijd die jij maar hebt op deze wereld. Dankbaar zijn kan ook juist voor slechte ervaringen zijn. Want je kunt er ook gewoon iets positiefs van maken. Want alle ervaringen die jij in je leven hebt opgedaan, hebben jou gevormd tot de persoon die jij nu bent. En ja, daar moet je maar mee doen. En daar moet je vooral gewoon blij mee zijn. Want die hebben jou een levensles geleerd. En die hebben jou misschien sterk gemaakt. Of misschien hebben ze jou niet sterk gemaakt. Maar kun je er nog sterk van worden door de ervaring op een positieve manier te benaderen. Door te denken, nou ik heb dit en dit ervan geleerd. Of ik zal dit in de toekomst anders doen. Maar in ieder geval kun je wat met de ervaringen die je hebt.